Mijn moeder lag op sterven, zoals dat heet. En ze had afasie, dus ze was de macht over taal verloren. Dus we konden niet meer met elkaar praten eigenlijk. Dat leidde altijd tot andere woorden en andere... En op een gegeven moment zeggen, het was volledig duidelijk dat dit een slotmoment was. En ik zie je zich concentreren. Ze wil duidelijk nog iets zeggen. Ja, ik wil je nog één ding zeggen, jongen. Dat rolde er in één keer uit. En zelf was ze daardoor ook verbaasd. En doordat ze verbaasd was, schoot het weer weg. Toen zei ze, motorboot. En toen was ze dood. Echt? Ja. En dat vond ik zo mooi, want... Jij vond dat mooi? Ik vond het heel mooi. Want wij hadden alles al jaren ervoor doorgesproken. Wat je maar door kan spreken. Het contact was goed en het einde was ook duidelijk. Er waren geen losse eindjes, et cetera. Maar het absurde en het mysterie van het bestaan... Samen, ze had ook niks kunnen zeggen. Het gaat je goed, jongen, of weet ik veel. Of er ligt nog iets op het nachtkastje. Dat had ik helemaal verschrikkelijk gevonden. Want dan nog even weet ik wel wat kantoorachtige dingetjes regelen. Ja. Nog even afwerken. Nee, motorboot. Als laatste. Volledig mysterieus, absurd, bizar, onbekend. Geweldig.